Van Steensel gaat dus aan de slag bij afvalcentrale HVC op het industrieterrein aan de Baanhoekweg. En dat is geen onbekend terrein voor hem. De wethouder heeft al 4 jaar 2 nevenfuncties binnen bedrijf. En ziet nu meer uitdaging om daar zelfs fulltime aan de slag te gaan. Ik heb iets met duurzaamheid. Er liggen nog heel veel kansen. En ben ook blij dat ik nu weer bij een bedrijf kan gaan werken om me daar volop voor in te gaan zetten. Het nieuws kwam niet alleen als verrassing voor de raad en de collega-wethouders, maar ook zijn eigen partij was verrast en teleurgesteld door de beslissing. Ja, in eerste instantie wel. Dat is wel het eerlijke verhaal. Jon was onze lijsttrekker afgelopen verkiezingen. Ik was de nummer 2. We hebben een coalitie gevormd. Met Jon als eerste man in het college, ik de eerste man in de raad. En dan voel je toch met elkaar verbonden om de komende 4 jaar tot een succes te gaan maken. Dus op het moment dat je dan in eerste instantie hoort van ik ga wat anders doen, moet je wel even slikken. Tot nu toe klinkt het allemaal heel begrijpelijk. Van Steensel kiest voor een andere baan. Maar begin dit jaar ging hij nog als leider van zijn partij de verkiezing in. En als wethouder nam hij de verantwoordelijkheid om de kiezers voor 4 jaar in het college te vertegenwoordigen. Al kijkt hij nu heel anders tegen die beslissing aan. Nou ja, het wonderlijke bij mij is altijd geweest dat mensen met wie ik direct samenwerk, dus in het college en in de gemeenteraad, dat altijd uitstekend gaat, dat dat prima verloopt. Ik ben ook 2 keer lijsttrekker geweest en dat is nou niet bepaald een doorslaggevend succes geworden. Uiteindelijk van 6 naar 3 zetels gezakt als CDA. En nou, daar baal ik ook van. En dat maakt wel dat ik wel gemakkelijker de afweging heb gemaakt dan wanneer ik een doorslaand verkiezingssucces had geboekt. Maakt dat ik nu ook makkelijker de stap zet om inderdaad mijn hart te volgen. Een opvolger heeft het CDA nog niet. De keuze zal in ieder geval niet op de eigen fractievoorzitter vallen. Die vraag komt voorbij. Je bent de fractievoorzitter, je ziet dat vaak gebeuren. Maar ik kan je vertellen, ik ga het niet doen. Ik blijf graag in de raad als fractievoorzitter, als gezicht van het CDA, als volksvertegenwoordiger.